En hallo daar, welkom bij deze nieuwe aflevering van Harry Potter in de Philosopher's Stenen wijze. Want ik kut aan mijn stijf, de Philosopher's. Zie je, ik kan het geen eens in het Engels uitspreken, what the fuck? Terwijl ik juist echt in het Engels ben. Die kan ik nog niet vermeerden, dus die moet ik nu nog even ontwijken. Ja, nu gaan we een incendio leren. Dus dat is echt fucking nice. En hap. Nee, geen hap. Hap hap. Ham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 
Hallo? Oh ja. Dus dan doe je zo op stand doen. De pendo en dus dan. En dan denk ik van, hé, wat de fuck, kom hier niks. Maar dan doe je met het hier. En dus dan snikkie. Het zijn hier van 9 of zo, het zijn ook niet altijd veel, maar ja. Hey. Ik moet 250 hebben voor Fred en George, hè? Oh nee, wacht, 250. 25. Ja, verdulle me. Kom eens even goed uit je woorden, Rick. Oké, wat zit hier? Helemaal niks, zeker? Nee, niks. Oké, bijt maar. Bijt. Kom eens nou om. Dat kan ook. Oh, smekkies. Smekkies. Hallo? Ja, hap. Oké, hallo Mora. Ik zei hallo Mora. Oh, sorry. Maar ik kwam er echt pas nu achter dat, hoe heet ik weer, dat ik mijn microfoon zeg maar op de rechterkant had staan. Ja, dat spijt me nou. Dat wil ik al wel zeggen. Hallo water. Fuck, weet ik niet wel over waar ik het andere kant op gaat. Wat fuck? Oh ja, ik kan nog steeds. Ja, dan is het goed. Nou, daar is het nu achter. Je wilt het zien. Oeh, nee, ik heb een kaart. In de kabouter. Oeh, ik heb een kabouter. Vermeerde. Ja. Hallo, Mora. Hallo, Mora. Doe ik Sander op? Nee, dat is jammer. Oh, je hebt een kabouter. Oh, je hebt dood. Dit is echt nice. Ja, kutkabouter. Bos, nee, wacht even. Paulus de postkabouter. Het was Bos de postkabouter en Paulus de postkabouter. Dat was het. Doe ze echt niets? Even kijken. Ja, behalve die Hallo Mora dan. Hoppa. Ik denk het al niet, dat hier zo niks meer zit. Mooi zo. Nou, even deze kant op. Dit heb ik al. Lekker dat je had. Die heb ik toch? Ja, die heb ik al gehad. Ja. Dan is het goed. Oké. Hap. Hap. Nee, geen hap. Geen hap op onder. Nee. Hoog op. Hij raakte me bijna. Ik vind het niet meer leuk. Je hebt echt heel stout. Doe. Ja, ik krijg echt pakken met chocoladekikkers hier. Ouch. Omdat het zeker niet zoveel kaarten zijn. Zo. Nou, daar zit tenminste wel wat. Ik weet het zeker. Ik kan zien aan. Oeh, daar is er gebeurd nu wat. Hallo. Nou ja. Ja, wat ik al gezegd heb. Deze aflevering gewoon de incendio uitdaging doen in zoveel mogelijk secrets. Ja, that's it. Nog meer? Nee, oké. Nou, weet je wat. Pak die andere smekjes gewoon. Hoppa, ik ga gewoon verder. Is er nog een kist? Nee, dat is zonder geen BVO's het team. Hoppa. Ja, fuck jou. Oh, ben jij er ook alweer? Hallo. Doei. Of moest ik nou hier zo? Ja, ik moest hier zo naartoe. Haha. Vertrouw dit echt niet. Want het zijn echt zo fucking secrets hier zo. En ja. Wat is er nog meer? Alleen dit. In een kistje. Hallo kistje, wat gaat het met jou? Ik ga even openmaken, heel erg, hopelijk niet. Wat? Ja, ik kan even niet goed uit mijn woorden, sorry. Wauw! Ja, dat is een Fred en George. Ja, zie je? Dus daarom moest ik gewoon 25 smaakjes hebben. Hallo. Hey Harry! Hallo. Have you connected to
25 beans? Tuurlijk, alsjeblieft. Thanks for helping us out, Harry. Nou, dat Here's a wizard card then. Hope you don't have this one yet. Nee, die heb ik nog niet, joh. Come on, George. We've got work to do. Door. Ja, ze hebben werk te doen. Jammer. Oké, bedankt voor de kaart van Godric Gryffindor, hè? Ik bedank jullie van harte. En ja, ik bedank jullie gewoon echt keihard. Nou, bedankt. En eens even kijken of er nog iets aan deze kant zit. Want vaak is dat nog wel zo, dat hier zo wat zit. En hier zit helemaal niks. En ik ga daar eens maar uit voordat dit spel gaat klitchen. Dus dan gaan we nu de incendio-uitdaging doen. Een secret wizard card. Oké. Een Welcome, class. I am Professor Sprout. Hallo, mevrouw Sprout. Today we learn the incendio spell, which is useful against all manner of dangerous plants. Ooh, incendio. Observe the correct incendio symbol. Hoppa. Hold down the mouse button and follow the pattern. Then release the button. Ja, ik ga mijn best doen. Ik ben hier echt zo slecht in, hè. God, allemachtig. Niet normaal slecht. Dat ga ik echt niet halen, 50%. Dat ga ik gewoon niet halen. Kijk. Oh, net. Net. Incendio! Net. Good work, Mr. Potter. You have great potential. Dank u. 5 points for Gryffindor. Ja, sorry van de audio van het spel, maar... Let's continue with the lesson, Mr. Potter. Oké. 1, 2... Nou, professor Funk, ik vind jou gewoon een hele grote lul. Dus daarom, deze speciaal voor jou. Wauw, nog steeds veel. 26%. Interesting variation on incendio, but unfortunately it's wrong. Allemaal geniaal. 5 points for Gryffindor. Oké. Mag ik nu de challenge doen? Now Mag it's dat? Time for the incendio challenge. Haha, Ron zit te werken. Hij kan helemaal niet met deze fucking ginger. Nou, ze kijkt naar mij van het balkon. Hallo. Those are spiky bushes. No shit. You may cast incendio on them, but step back to avoid their needles. Ja, is goed. Incendio! Oh, incendio! Die is ook. Oh, wacht, die is raak. Hey, wat is secret? Ja, dat is een secret. Ik moet de inkerbuiten. Nee. Zo, ja, oké. En Almora, hoppa. Hoppa. Hey, pak jou. Pak jou. Nou, één smaakje maar. Niet altijd veel. Dat is kut. En dan voel je niet weer deze. Ah, kom nog een stukje in. Kom voor zo'n pak zo'n Flipendo. Oh, hallo plant. This is a typical species of venomous tentacula. Cast incendio to wilt it. Venomous tentacula. Incendio! Now collect the challenge stars to complete your lesson. Away you go. Okay. Incendio! Incendio! Okay, here's the kist. And hoppa. Incendio! Ow. Lul. Incendio! Ik kan het door hadden, maar dat ze zo te pijn konden doen, dat wist ik echt helemaal niet. Dat was het hier. Alle kaart? 1 kaart. Nou, dat zit dus in zo'n secret room. En ja, die heb ik dus niet. Maar Incendio! Venomous Tentacula, dat betekent toch giftige angel of zo? Nee, giftige angel niet, maar giftige... Ja, ik weet eigenlijk niet. Venomous, dat betekent wel gif in het Latijn, dat weet ik. Maar Tentacula, dat weet ik juist weer niet. Ik heb nog nooit wat tijd op school gehad, maar ik ben er altijd voor geïnteresseerd. Voor de vangen, fietsen, dat soort dingen. Ik vind het gewoon mooi taal. Gewoon lekker old school, zeg maar. Want ja, ik heb ook oud fietsen en ja, ook een oud Latijn. Ik weet eigenlijk niet wie er nog Latijn praat. Zou ik best wel afgerijden, zodat je echt voluit kan praten, ook al bijvoeglijke naamwoorden weten, zodat je gewoon hele zinnen kan maken. Maar dat leren ze niet in op het gymnasium als ik het goed heb. Nee.
Dat doen ze niet. Nou, alleen de smackies gehaald. Dat is jammer. Aha! Arohamora! Flipendo! Oké. Arohamora! Arohamora! Nee, Flipendo, lul. Flipendo! Oké. Zeg maar, ik kom nu wel bij een Sirtaria. Arohamora! Nee, Flipendo! Flipendo! Oké, dan zo. Nee. Hoppa, zo ja. En dus dan? Ja, dat bedoelde ik. Wat een mooie boom is dat toch. Oké. Mooi. Zo, hoppa, op de trap. 1, 2, op de trap. Ik zal het niet afvallen, maar... Ik weet het eigenlijk niet meer. Wat? Oh, yes! De tovenaarskaart. Nu hoef ik dus geen zorgen meer te maken. Oh, wat vind ik van dit ding? Zo. Ja. Harry is heel goed met zijn toverstaf, maar Hermeline is ook heel goed met haar toverstaf. Ja, oké. Okay. Nee, dan niet. Nou. Hallo, morgen. Dit ding erop. Hoppa. Those vines are attacking that poor tree. Oh, wat jammer nou. What the fuck doet de ravenklauw hier zo eigenlijk in een challenge? What the fuck? That looks like a doxy. Oh nee. Ouch. Kut doxies. Dixies. Kelpisch aardwezentje. Flipendo! Nee. Flipendo! Zo, Flipendo. Incendio, what the fuck? Incendio! Oh, kut, gaat hij dood? What the fuck? Incendio! Ja, zo gaat het goed, hopelijk. Toch? Incendio! Zo gaat het goed. Nou, zo gaat hij goed, als het goed is. Zit er nog wat? Nee, je zit er niet meer aan. Dus dat is heel erg mooi. Hoppa. Kom even, kikker. Ja. En dan ga ik voor die ster. Ja, natuurlijk ga ik voor die ster. Waar zou ik anders voor gaan? Is er nog wat? Nou, die boom kan nog goed aanderen. Dat is heel mooi. Om te weten. Maar het is niet echt nodig. 148, 149 en 150 is dat? Ja, dat is 150. Nou, zo vind ik het wel goed. 150. Flipendo! Kut, Dixies. Hoppa, zo. Ik was nog steeds. Kut Dixies. Serieus, hé. Kunnen ze even niet voor één keer normaal doen? Nog één keer. Hé, hey, kijk jou. Incendio. Hoppa. Zo, Incendio. Incendio. Ja, zo. Nice. Is het hier wat? Ja, daar zo zit wat. Volgens mij moet ik daar zo naartoe. Toch? Dus kom ik vandaan, dus dan... Ja, zou ik daar zo moeten zien te komen? Maar... Oh, zo kom ik er. Dan is het ook goed. Dan is het ook goed. Ja, oké. Okay. Zo. En hoppa. Flipendo. Ja, ik weet niet hoe dat gaat gebeuren. Oh, dat gaat dus naar boven. Wat de fuck zei ik Incendio? Ik zei Incendio op het pak. Ja. Incendio. Oké, zo. Wat? Waar kom ik nu dan op? What the fuck? Oh, aan deze kant. Hallo. Hoppa, Flipendo. Zeg Flipendo. Zo, ja, nice. Flipendo. Maar het is allemaal of een kruiden kunnen worden. Flipendo. Hoppa, nee. Blijf van het ding af. Smekjes. Ja, mooi. 1, 2, 3. Ah, godverdomme, ze hebben er eentje van mij gejat. Incendio. Ja, zo. Incendio! Zo. Ja, nice. En zo, boom. Yes, smekkies. Oké, nu volgens mij... Hè? Wat moest ik hier zo ook alweer doen?
Oh, die kant op. Juist. Dus dan Wijgardium Leviosa. Die doen we erop. Oké, wat ligt daar? Ik weet het niet, maar het ziet er niet op. Dus Wijgardium Leviosa, hoppa. Echt dat we nu al 4 spreuken geleerd hebben in 5 afleveringen of zo. 4-5 afleveringen. Nou, dat vind ik eigenlijk best wel knap. Dan zeggen dat hem nieuwe studiebol is. Nou, wij hebben al 4 spreuken geleerd. Good fuck. Daar staat niks op, maar die doet het wel. What the fuck? Oké, sproeiers. Nintendo. Nou goed. Oh, dus dan wordt het niet groot. Dat is wel waar. En dan gaat die open. Nou ja, dan zeg je bedankt, Harry. Van groeten van professor Stronk. Ja, oké. Okay. Is dit het? Wauw. Oh nee joh, dit is nog het tweede deel. Haha. Dat is nog nice. Hoe kaart moet ik dat doen? Ik weet niet, maar ja, dit zou echt best wel een lange aflevering worden met de secrets die ik heb gevonden en al dat soort shit. Maar, doe ik give a fuck no. En ja, en ook als iemand nog kijkt, als iemand nu nog kijkt, alsjeblieft. Kan iemand ervoor zorgen die mijn thumbnail slaaf wordt? Want zoals je kan zien, mijn thumbnails die zijn niet al te mooi, vind ik zelf. Dus, ik wil graag mijn eigen thumbnail slaaf. Ja. Heh. Opa, Nintendo. Zoals de draken hier zijn van bosjes of van groen dingen. Niet dat ik groen haat ofzo. Ja. Ik werk nu op het moment zelf in de groen, want ik werk op camping, dus dan... Ja. Doe het park eruit. En dus dan heb ik echt niet zoveel erover klaar. Maar dit is gewoon echt te veel groen, weet je. Je kan groen hebben, maar ook gewoon te veel groen. Net zoals make-up. Je kan make-up hebben, of je kan te veel make-up hebben. Ja, yes, echt waar. Want ik was ook eens even uit geweest in, weet ik veel waar, Zwolle of zo. Zwolle Deventer. In die richting. En echt, daar zaten gewoon meiden. Die hadden gewoon echt zo fucking veel make-up op. Het leek gewoon net een Nutella of zo, hé. Dus, daarom dus. En Harry, jij moet ook make-up dragen. Harry heeft make-up op. Nice. Oké, dan gaat dat ding open. Hoppakee. Zo. Oh, god. Die dingen zijn groot. That's what she said? Ja. Het is een duidelijk. That's what she said. Incendio. Zo, incendio. En jou ook nog even een incendio. Hoppa. Incendio, uitcendio. Hoppakee. Incendio, dat betekent toch... ter levend verbranden als ik het goed heb? Ik weet het niet. Of gewoon verbranden. Maar het was wel iets in die richting met Latijn. Wat? Oké, dat zag eigenlijk best wel grappig uit. Maar... zoals ik al zei, ik heb nog nooit Latijn gehad. Dus ik weet het ook niet. Ja, zo gaat die goed. Oké, volgens mij zit ik nog achter. Juist. Ik ga eerst even deze pakken. Want dat vind ik ook wel belangrijker dan ja, dat achter mij. Hoppa, 186 smekjes over hier. Zo, Flipendo. Flipendo. Hoppakee. Ja, zo gaat hij goed. En dus ik krijg ook nog een kikker. Wat een coole kikker. Ah, ik moet echt ophouden met de grap, man. Die is gewoon niet meer leuk. Oké, vanaf deze aflevering hou ik op met de grap. En als ik er niet mee ophoud, of ja, wat tegen zeg. Ik zeg gewoon een toch heel grap. En dus dan, ja, moet ik gewoon mezelf, ja, straffen. Ik ben emo. Leuk, ik moet het gaan doen. Incendio! Nou, dat zo goed. Daar komen jullie wel naar deze aflevering uit. Want deze aflevering weet ik ook niet of ik het zou zeggen. Dus, we komen er later achter. En ik ook. What the fuck? Oh yes, ik kan die bosjes nu. Naar die kist daar zo, dat is waar. Hoppa. Zo. Hallo, Nora. En dan kan ik springen. Ja, springen.
Oh yes, dat is de kaart, dat is de kaart. Ik wil de kaart hebben, mag ik hem? Yes, ik heb de kaart. Ik kan niet zien van wie die is. Volgens mij is die vandaag. Ik ken hem niet zo goed. Oh god, het spel glitst helemaal. Oh god. Nou. En dan gaan deze open. Weer. Zo, de window. En ze gaat deze open. Dat ik deze kan pakken. Nummer 8. De ster. Oké, Nintendo. Eens even kijken, wat nu? Nintendo. Nintendo. Ja, kom maar water, kom maar. Ja, zo gaat hij weer goed besproeid worden. Ja, zo is die mooi, die fontein. Hebben we hem alweer gehad? Wauw. Congratulations, Mr. Potter. Yeah. You completed the challenge. You've collected all the challenge stars. Woo! 20 points for Gryffindor. Now off you go. 20 punten, jongens. Dat is echt nice. Zo. Nou ja. Hallo Hagrid. Hoe gaat het met jou? There you are. I hope you did well in your herbology class. Natuurlijk deed ik dat goed. I've got something I need to talk to you about. Okay. Be best to discuss it back at my hut. Meantime, you're gonna be late for your broomstick training. Broomstick off training? You go. Oké, nou weet je wat? We gaan weer verder op de bezem in de volgende aflevering. Bedank jullie gewoon voor het kijken van deze aflevering. En ik zie jullie gewoon in de volgende aflevering van Harry Potter en de Philosopher's Stone. Aju.